We gaan naar het kindervragenuurtje. Het is de tweede keer dat dat wordt georganiseerd. En het idee is vrij simpel. Kinderen van basisscholen die mogen vragen stellen aan ministers. Vorig jaar dus voor het eerst georganiseerd. En dit jaar zijn er uit alle inzendingen 5 scholen gekozen die dan dus naar de Tweede Kamer gaan. En onze ministers eens even aan de tand mogen voelen. Ook kinderen van groep 8 van basisschool De Ark uit Nieuw-Vennep die gaan daar vandaag naartoe. Is de Tweede Kamer zo belangrijk voor Nederland? Wie weet daar een antwoord op? Het kindervragenuur is belangrijk omdat het de politiek dichter bij de kinderen brengt. In de klas hebben we het regelmatig over de politiek. En ja, nu kunnen we het in het echt gaan bekijken. Welke vraag heb jij bedacht? Is Nederland voorbereid op oorlog of een grote vraag met vuurwapens? En waarom deze vraag? Nou, ik zag het vaak op het nieuws en ik ben er al een beetje over na aan het denken. En ik vond het gewoon interessant en ik wou het gewoon weten. Hoe denk je dat de Tweede Kamer is? Ik denk wel groot en ik denk dat de stoelen ook wel lekker zitten. En ik ben ook vooral benieuwd van de voorzitter hoe zij dat allemaal gaat doen. En stiekem een beetje fan van Ariep? Ja, eigenlijk wel een beetje.